aardige club mensen proberen om dit terrein te maken tot een toekomst die past bij de historische stad. En dat is heel belangrijk. Maar die ook toekomst biedt voor nieuwe ontwikkelingen in Dordrecht op deze toekomstige prachtige locatie. Wachten tot we over 10 of 15 jaar en dan zou het allemaal af moeten zijn. Zoiets is überhaupt een gefaseerde opgave en een ontwikkeling die, ik zou het nog een keer willen zeggen, nooit af is. Wat wel een aantal dingen die echt enorm gaan veranderen in elke stad, maar zeker ook hier, die heeft te maken met op het moment dat je verdicht, dat het ook gaat over meer mensen, op een andere manier van bereikbaarheid, veel meer fietsen, veel meer wandelen. Ik denk ook dat we een wat verandering gaan zien in natuurlijk meer vanuit huis of in andere ritmes. Niet meer allemaal van 9 tot 5, ook dat zal heel anders gaan worden. En wat wij heel erg zien in woningbouwopgave is dat het soort wonen ook heel erg verandert. Minder de opgave van ik koop een huis en dat wordt het ook voor de komende 20 jaar. Maar veel meer in kortere periodes, in tijdelijkheid, in... misschien ook wel wat compacter wonen, maar veel meer voorzieningen als onderdeel van je woonomgeving. Dat zien we heel erg veranderen. En los van dat soort vooruitzichten, die gaan over mobiliteit, economie en wonen, denk ik dat een aantal elementen echt belangrijk zijn om terug te kijken waar de stad ooit is ontstaan. Ja, het is echt heel bijzonder om ook een beetje aan de basis en bij de start te zijn van deze enorme ontwikkeling, belangrijke ontwikkeling voor de stad. We zijn natuurlijk altijd tegenstander geweest van bouwen in de polder. En hier in dit gebied liggen enorme kansen om hier toch grote aantallen woningen te gaan toevoegen. Maar ook te zorgen dat dit een gewoon veel prettiger gebied wordt dan hoe het er nu bij ligt. Want ja, met alle respect, dit is natuurlijk geen visitekaartje voor onze stad. Met al zijn rijkdom als je langs deze kant de stad binnenkomt. En het is een hele strategische plek, dicht bij de binnenstad, met alle voorzieningen, vlakbij het water. Dus het is ook een plek waar in de toekomst mensen echt met plezier gaan wonen. Daar ben ik van overtuigd. Ben je trots? Ja, ik ben niet trots op deze plek natuurlijk, maar ik ben wel heel trots op wat we de afgelopen jaren hebben gedaan. Maar ook wel trots dat er breed draagvlak is, ook politiek, om deze beweging op gang te krijgen. Want ik heb ook steeds gezegd, jongens, je moet dit soort grote bewegingen moet je niet willen maken als er heel veel interne discussie al over is. Er moet ook echt politiek en bestuurlijk draagvlak zijn om hiermee van start te gaan. Want dit is een traject wat 10, 20 jaar gaat duren voor je het uitgevoerd hebt. Dus dat draagvlak dat moet je creëren, maar moet je ook vasthouden. Mag ik je een mooie privé toekomst wensen en... geniet van de dagen die komen. Van alles, al het moois wat ons nog te wachten staat. Dankjewel. Ik heb veel mensen al even gesproken, die waren heel enthousiast. Natuurlijk ook van, hey, er is al eerder over nagedacht. Het is een mooi stuk stad, maar wat kun je ermee doen? En we gaan nu een stukje lopen. En ja, en ik denk zelf dat je hier heel veel mee kan. Meer wonen, meer groen, betere bereikbaarheid, parkeren beter organiseren. En als je hier over 10, 20 jaar terugkomt, dan heb je al heel veel zien veranderen. Het is toch wel heel inspirerend, omdat dit deel van het plan, daar lijkt de ontwerper een soort integratie te hebben gemaakt van iets wat er al is met iets wat er komt. En om dat nu op het plaatje al te zien, dat is een enorm aantrekkelijk beeld. Geef een kick. Geef een kick, ja zeker.